Bart Canvas van Leiden, jullie hebben een boek gemaakt. Ja, een heel nieuw boek. En het gaat over 600 jaar schilders in de sleutelstad. We starten bij Lucas van Leiden en we eindigen bij Theo van Doesburg. En er zitten allerlei geweldige schilders nog tussenin. En we laten eigenlijk zien dat Leiden altijd schilders binnen zijn muren heeft gehad. Wie heb je dan wel en wie heb je niet meegenomen? Want je kan ze niet allemaal meenemen waarschijnlijk. Nee, kijk, we hebben natuurlijk gekozen voor de bekendste namen. Rembrandt zit er wel in, Lucas van Leiden zit er vanzelfsprekend in. Maar we hebben ook wel hier en daar onze persoonlijke voorkeur. Mijn persoonlijke voorkeur bijvoorbeeld is Bakker Korf. Die moest er per se in, want die vind ik zo geweldig leuk. Ja, ik heb een co-auteur, Ingrid Brons, en die heeft ook haar voorkeuren. Dus het is een beetje een persoonlijke keuze en een beetje de keuze die eigenlijk wel heel erg voor de hand ligt. Het eerste exemplaar is net naar de directeur van de Laakhal gegaan. Meta, is het een mooi boek geworden? Ja, het is een mooi en heel informatief boek over de Leidse schilderkunst. Lekker geschreven voor iedereen, mooi beeldmateriaal. En wat leuk is aan het boek is dat er een plattegrond in zit. Dus dat je heel goed kunt zien waar die schilders ook in Leiden leefden. En waar ze woonden en waar ze werkten. En dat je ook die route nog kunt lopen en kunt zeggen, kijk, daar zat Gerrit Douw, daar Rembrandt en daar et cetera. Dus Bart, het is ook een stadswandeling. Het is ook een stadswandeling. We hebben hem niet uitgepeild, dus je moet zelf je weg vinden. Maar in principe kan je natuurlijk langs al die plekken lopen, zoals Meta zegt. En dan uiteindelijk natuurlijk eindigen bij de Laakhal, als die straks na een sluitingstijd weer geopend is. En dan kan je alle werken die in het boek staan, kan je dan ook nog in levende lijven zien. Ja, Meta, dus alle schilders die in het boek staan, die hangen bij jullie aan de muur straks? Ja, allemaal. En ik heb ook goed nieuws voor Bart, want jij houdt zo van Bakker Korf. Maar als het museum straks weer open is na de restauratie en uitbreiding, dan hebben wij een speciale bakkerkorfkamer. Helemaal in de, zeg maar, de boudoirstijl van bakkerkorf. 19e eeuwse truttigheid ten top. Maar ook met al die leuke schilderijtjes die hij maakt. En veel van de objecten ook die hij gebruikte als een soort van props in zijn atelier. En, dat is volgens mij nog niet naar buiten gekomen, maar dat kan ik je wel vertellen. In het Dordrechts Museum bevindt zich een schilderijtje van bakkerkorf getiteld 3 oktober. Waarin twee oudere dames de aardappelen schillen voor de hutspot. En daar hebben jullie natuurlijk nu een soort samenwerking mee. Zo is dat. En dat schilderij komt permanent in bruikleen bij de Laakhal in onze bakkerkorfkamer. Nou Bart, iets om naar uit te kijken. Ja, ik ben heel blij verrast hier. Ik kan niet wachten tot het museum weer open gaat eigenlijk. Hoeveel verschillende schilders staan er in het boek? Oh jemmig, aan mijn blote hoofd, stuk of 15, 16, zoiets. Ik weet het niet precies. Er wordt instemmend geknikt. Ja, dat denk ik ook. Ik heb ze niet geteld. Wanneer kunnen we dat allemaal gaan bekijken? Want jullie gaan dicht en verbouwen, maar zijn nog niet dicht, want er is gedoe over. Het wordt uitgesteld. We gaan dicht zodra de aanbesteding gelukt is.